Dit is een vraag voor jou, Maurits, van Fan 11. Hoe verschilt de sfeer bij Katusha Alpecin in tegenstelling tot de Nederlandse ploegen? Ja, de sfeer is hetzelfde. Ja. Nee, de Hollandse nuchterheid van Rompel, die merk jij ook nu bij de Zwitsers, Katusha? Ja, maar het is wel een heel internationaal gezelschap. En aan tafel worden dezelfde grapjes gemaakt, dus dat maakt allemaal niet uit. Ja. Nee. Is je meegevallen eigenlijk, die overstap? Ja, dat is echt... valt me heel erg mee. En, ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja. Laten we even kijken naar je uitslagen van dit jaar. Want hoe kijk je tot nu toe op het seizoen? Ja, ik heb veel in dienst van gereden in Down Under en de Algarve voor Tony Martin en Spilak. Tireno was ook voor Spilak. Ja, en dan komen de Basklant ook. Ja. Dus Tireno deed ik het wel heel goed op die aankomst bergop. Dat Spilak heel lang vooruit had. En, daar was de ploeg heel blij mee. En, dus... Ja, want dat is een beetje de rol in dienst en af en toe. Je eigen momenten? Ja, maar ook in Tireno dan had je die heuveletappe. En daar zat ik ook mee in de vroege vlucht. Alleen we werden vrij snel weer teruggepakt. Ja. Dat was jammer. En, maar ook in Algarve. Dus mocht ik ook gewoon mijn eigen kans gaan. En daar rijd ik ook nog in de laatste etappe echt voor de overwinning. Dus, ja het valt net de verkeerde kant op. Luik is gewoon een hele zware wedstrijd. En, vroeger was ik wel beter in de Amstel, alleen dit jaar was dat ook niet goed. Dus, Want je zei ook heel erg van begin van het seizoen van Amstel, met name Amstel Gold Race. Ja, omdat ik dan Nederlander ben in de Zwitserse ploeg dan. Ja. En, ze wilden mij ook voor de Amstel, en, maar ook voor Belspel en Luik. En, het heeft niet de resultaten gebracht die ik had gewild. Ja. Ja, het is wel ook een heel andere manier van koers ten opzichte van vorige jaren bij Roompot. Ja, in deze klassiekers niet, want daar werd ik ook vooruit geschoven en dan moest ik ook gewoon wachten tot de finale. Vergeet niet dat hij verleden jaar Amstel, had hij gewoon podium kunnen rijden, hè? Als hij daar misschien durft. Want volgens mij reed jij het hardste de Kouberg op, zowat. Ja. Dat was, ik weet niet of jullie daar beelden van hebben, maar hij rijdt daar echt een super goede Kouberg. En ik was daar niet bij, maar als ik het zo op tv zag, had ik het idee dat hij misschien niet durfde. Ja, net even. Ja. Ik durfde daar niet. Anders zit hij gewoon mee en dan speelt je voor het podium. Is dat ook omdat er wordt gezegd wachten? Of? Nee, zo diep in de finale, dan hoor je niks meer in je oortje. Dus, maar ik wilde wachten op de sprint, want... ik dacht dat Gasparotto en Valken dan teruggehaald zouden worden. En, dat werd dus niet. Ja. Dus, dan verkloot je ook de sprint en dan is het wegresultaat.